Het is een hele mooie quote van Brahms. Hij zei, als je niet meer kan lezen dan de noten die ik heb geschreven, doe je er beter aan mijn muziek ongespeeld te laten. Je moet heel erg in de geest van zo'n componist kruipen. Hoe zou hij het bedacht hebben? Wat zou er in zijn hoofd omgegaan zijn? Zijn fantasie breng jij dus weer tot leven. Ik zal de aantee nooit vergeten. Dat is echt wel iets wat me heel erg heeft geholpen. Dus om verder te gaan, maar ook om in mijn keuze om echt met muziek verder te gaan. Want er is een periode geweest dat ik heb getwijfeld. Maar gewoon door die stimulans die zij telkens geven en door enthousiasme, ja, blijf je toch gewoon echt wel voor muziek gaan. Ik vind het heel bijzonder dat de AMT dit op hele vroege leeftijd doet. Het is ook heel belangrijk dat je zowel met instrumentles, maar ook met een pianist erbij en ook ensemble en koren en alles wat de AMT doet, dat zich dat heel vroeg ontwikkelt. En dat merk je ook aan die studenten, dat ze gewoon vroeger verder staan en heel veel meer met muziek bezig geweest zijn dan de doorsnee muziekschoolleerling. Dus het niveau is wel ontzettend hoog en het is heel fijn werk. Wij zijn de academie begonnen in 2002, omdat er zoveel bezuinigingen waren op alle opleidingen die er zijn in Nederland, dat ik niet meer als docent datgene kon bieden aan talent wat nodig was. Dat pakket dat bestaat uit een aantal onderdelen, onder andere solfège, dus dat is een gehoortraining, algemene muziekleer, muziekgeschiedenis, uiteraard het ontwikkelen van hun instrumentale vaardigheden, podiumpresentatie, het leren optreden, begeleiden van de ouders. En zodoende zo'n hoog niveau bereiken, dat ze waar dan ook verder kunnen studeren op een professionele opleiding. En of dat nou Amsterdam is, New York of Keulen. Overal zijn ze zo goed voorbereid dat ze werkelijk ver door kunnen stromen en een hele goede muzikus kunnen worden. Begeleidingen van de liederen, die hebben alleen maar kleur. Maar het is natuurlijk een prachtige melodie die geschreven heeft. Hè? We gaan door naar bladzijde 9. Waarom vraag ik van jullie om dit soort tweestemmige gehoortraining oefeningetjes te doen?
Als je luistert, hoor je wel veel meer. Als je nu luistert, als je zo, dit soort dingen vaker doet, dan hoor je veel meer als je luistert. Krijg een sprong omhoog. En naar welke noot? Bes. Hoe? Bes. Bes. Wat zijn de noten? C. C. Bes. Bes. As. As. Bes. Bes. Wow. Als je nou denkt dat je het goed weet, trek de rest dan een beetje op sleeptouw. Pam. Om, 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 om. Er is hier vandaag in mijn huis een gesponsord concert van de leerlingen van de AMT. Dat is een van de methode om de AMT te bedienen, omdat die jongelui een podium moeten hebben wat beschermd is en wat niet meteen het grote publiek toelaat, maar toch wel dat ze daarmee de stress en het podiumgevoel kunnen gaan krijgen waarmee ze later kunnen gaan optreden. We hebben als samenleving een zekere verplichting om dit voortgang te doen vinden en daarbij ook hooggetalenteerde mensen uit onze omgeving de gelegenheid te bieden om zich te ontwikkelen. Ik zou zeggen, er kunnen nooit genoeg sponsoren zijn voor muziek en jong talent, omdat de toekomst hier in het geding is. Ik wil mijn eigen verhaal tegen de mensen vertellen. Ik wil dat de mensen gewoon met mij die muziek voelen, samen. Toen ik klein was, vond ik tenorsaxofoon heel bijzonder. Maar dat was bijna mogelijk, omdat tenorsaxofoon heel groot is. En ik was te klein, dus ik heb voor altsaxofoon gekozen. It's too much. Yeah. Ik geloof toch echt dat je niet op je tenen moet gaan staan en veel rustiger. Doe maar niks. Gewoon spelen. Nootjes laten gaan. Muziek maken is een ambacht. Dat doe je met je handen. En dat moet in je vingers komen. Daar gaat tijd overheen. Maar die muzikaliteit is niet aan te leren. Daar ben je mee geboren. En dan moet het op een bepaalde manier gestuurd worden. Ik vind het nog steeds een beetje zorg. Hou je schouders laag. En denk na over je beweging. Het lijkt me allemaal zo'n beetje leuk dat wij zo'n beetje met muziek bezig zijn. Maar het is toch wel topsport voor zeer jonge kinderen. Dat moet begeleid worden. Er is een speciaal team van deskundigen die precies weten wat we van de kinderen kunnen verlangen, hoe ver we kunnen gaan. Ja. En we leren ze natuurlijk ook op een podium te staan. Dus niet alleen studeren, maar hoe bespeel je een publiek. En ik denk ook dat je dat heel leuk vindt, toch? Ja. Dat laatste stukje moeten we toch even nog goed krijgen. De AMT helpt mij heel veel en ik kan heel veel van leren. Ik vind het ook heel gezellig met andere kinderen. Bijvoorbeeld in de ensemble weekend en zo. Ja, daar leer ik ook heel veel. Ja, het is heel leuk. Het is heel leuk. Ja. Ik wil eigenlijk liefst ook zelf gewoon mijn gevoel in het stuk leggen.
ja, gewoon het stuk heeft een bepaalde emotie. Verdrietig, blij, boos, hopeloos of zo. En dat wil ik uitdrukken in het stuk. Nu nog één ding. Volgens mij heb ik daar een keertje eerder over gehad. Dat je linkeroor voor links en je rechteroor voor rechts. Dus links zit het wel goed. Ja. Maar rechts heeft iets te weinig steun van je eigen oor. Toen ik op het Academie Muzikaal Talent kwam, toen ben ik steeds serieuzer bezig geweest met componeren, zeg maar. Ik wil de gevoelens die ik met de stukken wil uitdrukken, dat ik die dan kan doorgeven aan de mensen. Dat die mensen dat dan ook voelen. Ik wil gewoon de top bereiken met piano spelen. Ik wil de wereld verbeteren, ik wil iets laten zien. Vanwege je triolen. Hé, ze moeten lopen, papi. Ja, maar dan moet je even in de gaten houden dat die dan goed gestemd is. Hè? Want dat is de eerste toon natuurlijk van het stuk. Hè? Ja, inderdaad. Vies, neerzetten, hè? Echt. Joost kan een hele goede dynamiek maken. Ik denk dat hij daar goed in is. Dat hij lekker sterk kan spelen en ook een mooie lijntjes kan maken. Wat hij moeilijk vindt, dat is wat je dan nu ook merkt, is om het ritmisch voor elkaar te krijgen allemaal. He, om door te tellen. En dat is eigenlijk wat jonge mensen sowieso hebben. Die hebben altijd moeite met doortellen. Is natuurlijk eigenlijk emotie. Als het niet erg vrolijk is, dan is het wel erg droevig of ergens tussenin. Ja, het raakt je gewoon vaak. Ik bedoel, als iets heel, heel vrolijk is, dan word je er zelf ook vrolijk van. Is iets wat melancholischer of zo, dan kom je zelf ook in de sfeer. Ja, ik ben ook wel een beetje muziek, zeg maar. Gewoon, ik luister heel veel muziek, ik speel heel veel muziek. Als er geen muziek zou zijn, dan zou het toch een belangrijk deel van mijn leven wegvallen, denk ik. Joost, ja. We hebben met plezier naar geluisterd. Mooi. Je eindcijfer is een 8, slechts 9. Oké. Okay. En dat duidt al op dat we toch een beetje over je gesproken hebben. Het gaat om die ene mooie noot die de mens raakt. En dat is de opdracht van de muzikus. Dat je de mensen innerlijk raakt. Okay. En dat is de grootste taak, denk ik, die wacht. Ja, goed zo. Mooi zo. Zullen we beginnen met Poenani Kruisler? De AMT is voor mij en mijn dochter Vera, want daar gaat het natuurlijk om, heel belangrijk. De mogelijkheden die er zijn om concerten te geven, om lessen te krijgen, masterclasses. Ja, waar vind je dat? Dat kun je als particulier gewoon niet voor elkaar krijgen. Voor mij heeft dat een enorme waarde en ik denk voor Vera nu, maar ook later. Heel veel, ja. Dat kun je bijna nergens krijgen. Een kind met talent geeft ook een hoop zorg. Want ja, zo'n kind wil alle kanten op, moet veel, wordt ook veel van verwacht. En dan ben je blij als er ook een soort organisatie is waar zo'n kind een context kan vinden, waar ze begrepen wordt. Ik had de eerste keer dat ik viool hoorde, dacht ik meteen, wow, dat is een mooi instrument. En toen wou ik het gaan spelen, toen heb ik een jaar lang gezeurd bij mijn ouders. En de tweede les kreeg ik dan met stok.
En dat vond ik super. Op een viool kan je licht spelen en klinkt het soms heel licht. En bij sommige stukken is het ook heel donker en ik hou gewoon van die viool. Iemand heeft talent, alleen je moet wel doorzettingsvermogen hebben om echt gewoon door te gaan en veel te oefenen. En echt je best erop te doen en niet denken ik ga een half uurtje spelen en dan ga ik weer tv kijken. Aan complimentjes heb ik niks, want daar kan je niet beter van worden. Ja, ik wil liever als je kritiek geeft. Nou, wat ik zelf erg leuk vind aan musiceren is dat je mensen iets kan geven. Dat je hun een mooie avond kan geven, of misschien een onvergetelijke avond zelfs. En dat je hun kan ontroeren. Niet iedereen weet dat ze talent hebben, dus ze moeten de talent ontdekken en de talent goed gebruiken, denk ik. Het is een en al emotie natuurlijk, muziek. Dus als je in ieder geval emotioneel speelt. AMT betekent heel veel voor mij. Want het is gewoon superleuk en gezellig, maar je leert ook nog heel veel van.